Hallo allemaal, hartelijk welkom bij Speel met mijn kinderspeelgoed. We zijn weer in het winkelcentrum. Ik heb jullie ondertussen al de bruidswinkel laten zien. Ik heb jullie de geldautomaat laten zien. En de tassenwinkel. En nu gaan we verder naar de volgende verdieping. Daar hebben we ook een lift voor die ik jullie al heb laten zien. En vandaag gaan we even een kijkje nemen in de kledingwinkel. Die gaan we nu eens even bekijken. De kledingwinkel die bevindt zich op de tweede verdieping en ik ga even de planten opzij zetten, dan zien jullie het wat beter. Hierboven heb je dan een balie. En daarin geïntegreerd zit een computer. En daar zit ook een toetsenbord en daar zie je dan het beeldscherm. Dan heb je nog een bloem die daarop ligt. En dit is de verkoopster. Die heeft oorbellen in en ze heeft een mooi krullerig kapsel. Ze draagt verder nog een rok. Die kun je dan ook eraf halen en zoals ik al eerder heb laten zien, verwisselen met andere poppetjes. Bovendien zijn er ook nog wat kledingstukken die je kunt kopen. Bijvoorbeeld dit paarse jurkje. Dit is een paars jurkje met stippeltjes erop. Kost 39 euro. En dan heb je hier nog een soort muts, een baret is dat. Dan het volgende jurkje. Dat is hier een mooi jurkje in turquoise. Met roze bloemetjes erop en een riempje in het midden. En daarbij, heel interessant, zit deze veren boa. Dat is zo'n soort sjaal en die kun je dan omdoen om de nek. En dat ziet er dan nogal extravagant uit. Deze kledingstandaards die kun je dan zo draaien als je dat wilt. Die staan hier in de grote koepel, dat is die glazen koepel. En als derde staat hier nog dit jurkje. 54 euro kost die. Het is een rood jurkje met een riempje en een soort luipaardenpatroon. Bovendien heb je hier nog dit rokje dat je kunt kopen. Een gele rok met een strikje, een roze strikje. En een klein sjaaltje in het oranje. Dat kun je dan hier zo opbergen in die kast aan deze kant. Dan heb je hier nog een spiegel. En hier heb je een pashokje. Je kunt hier de deur openmaken en dan kunnen de poppetjes zich omkleden. En hierachter heb je nog een deur. Ik laat het nog even zien. Hier is dus het kleedhoekje en daarachter heb je dan de deur. Als je dan nog een uitbreiding hebt van Playmobil, dan kun je de winkel dus nog uitbreiden als je de deur open doet. En in deze versie is het pashokje. De planten hebben jullie natuurlijk ook al gezien. Die kun je natuurlijk neerzetten zoals je wilt. Ze kunnen ook bij een andere winkel staan. En dit was dan de kledingwinkel. Ja, ik vind dit weer een hele leuke winkel. Er zitten ook weer leuke kleine, niet zoveel dingetjes als bij die tassenwinkel. Maar alsnog zijn er best veel kledingcombinaties te bedenken. Je kunt echt wel het een en ander uitproberen. En in de pashokjes kun je het dan passen. Ook wel een mooie winkel dus weer. Als jullie het ook leuk vonden, laat dat dan weten in de reacties. En verder kunnen jullie ook laten weten welke van de drie jurkjes jullie het mooiste vinden. Ik vind ze alle drie mooi, maar ik denk dat ik die middelste het mooiste vind. Maar niet met die gekke boa, die vind ik wat minder mooi. Laat maar weten wat jullie daarvan vinden en welke jullie het mooiste vinden. En of jullie de boa mooi vinden. Laat het allemaal maar weten. En verder, geef me een duimpje omhoog. Bekijk ook onze andere video's. Dan zie je ook nog de sportwinkel. Doei!